ben ik weer en zoals jullie misschien al gemerkt hebben, zijn we van naam veranderd. Wasted TV is nu Kliks geworden. En dan nu naar de items. Michael is naar de Sillies geweest bij het feest Capsones. En Nat is naar de Beach Battle in de YMCA Scheveningen geweest. En natuurlijk hebben we weer de Party Guide van Partymania. Veel plezier! We staan hier vanavond 10 februari in de Sillies voor het feest Capsones. Ja, daar ben ik weer. We zijn net even binnen geweest en het ziet er onwijs gezellig uit. We gaan zo meteen ook weer terug, maar ik zit nu hier eerst even bij de organisatie. Ik zit hier naast... Mustafa. En naast... Omar. Oké, hoe lang... We zitten nu bij het feest Capsones. Hoe lang doe je dat nu al, organiseren? Ja, ongeveer 2,5 jaar. En het is een succes en nog steeds. Het is ook de enige concept wat eigenlijk al vanaf de opening eigenlijk nog bestaat. Om zo maar te zeggen. En... ik ben blij dat het nog steeds gewoon lekker vol zit. Waarom de naam Capsones eigenlijk? Ja, daar kan ik je een goede antwoord op geven. Want mensen vinden dat ik heel erg Capsones heb. Oké. Okay. Dus er is me een keer verteld van, Moes, Capsones, je hebt heel erg Capsones, waarom geef je geen feestje Capsones? Ik heb het in het verleden in combinatie gedaan met modeshows. Dat deed ik met best wel leuke winkels hier in de stad. Welke winkels? Credo en Puur, De Rode Loper en echt alle leukste winkels in Den Haag. Mijn doel is van Capsones is dat ik gewoon de modische mensen trek en de wat hippere mensen hier naartoe trekt. Gewoon even de hippere mensen dan normaal. Maar wat doet hij nou eigenlijk? Nou, ik moet je zeggen, ik ben sinds een half jaar met Oma en Zega. Dat is mijn rechterhand nou. En we doen het gewoon samen. En het is gewoon een toegevoegde waarde aan Capsones. Wat doe jij dan extra voor Capsones? In principe verdelen we de taken, zeg maar, qua organisatorische factoren, zeg maar. Ik doe veel met het internet gebeuren, qua promotie over het internet en de winkels zelf buiten. Gewoon zoveel mogelijk mensen proberen bij elkaar te halen. Waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Wie, ik en Oma? Ja, we zijn bevriend geraakt tijdens voetballen. We haten elkaar eerst, dus dat is nog wel leuker ervan. En uiteindelijk leerden we elkaar... uiteindelijk leerden we elkaar kennen. Hij had een concept wat hij uit mocht voeren hier. Gaan jullie in de toekomst ook nog andere dingen organiseren? Ja, we gaan van de zomer gaan we stranden doen. Ik heb vorig jaar zomer heb ik op Naturel bij de eigenaar van Silly, zeg maar, die had een strandtent, die is dit jaar niet meer. Dus we gaan, als het goed is, gaan we het concept stranden, dat gaan we uitvoeren.
We hebben eigen Capsonus-huis, daar kun je voor aanmelden. Je kan op de hoogte gehouden worden van... Dit is capsonus.huis.nl? Capsonus-tm-huis.nl. Altijd eens naar Kliks kijken of Party Mania wanneer weer een leuk feest is van Capsonus. Dat is gewoon echt een leuk feestje. Iedereen is gewoon netjes gekleed. Dat vind ik ook onwijs belangrijk. Dus dat wordt helemaal fantastisch. Zo, dat was het dan. Capsonus in de Sillies. Eén goed feest. Party Mania. Moeilijk vervelend. Maar echt, het is een aanrader om naar de Sillies te gaan. Feest Capsonus is een aanrader om naartoe te gaan. Mooie vrouwen, dus dat komt altijd goed. Party Mania loopt daar te klooien. Maar het was gezellig. Ga snel verder op onze website www.kliks.nl. Je vindt nog meer informatie over Den Haag. Laters. Vanavond gaan we naar een bandjesoptreden in YMCA Scheveningen. Dat zit hier in de autovrije Keizerstraat. Misschien wil de cameraman zo vriendelijk zijn om de autovrije Keizerstraat te filmen. Die heeft duizenden euro's gekost en het is nu autovrij. Maar goed, we gaan binnen naar het CEV-gebouw. Dat is een gebouw voor jongeren. Ze organiseren allerlei dingen. Een kookclub, een hardrockconcert. Erg foute tent, denk ik zo. Maar goed, het zal hartstikke gezellig zijn, want het zal vol met Hagenaars en Zoetermeer komt er ook nog een beetje. Wij gaan voor de band Apparition. Dat is een Haagse band. En die gaan we filmen en de rest gaan we filmen en de mensen, alles gaan we filmen. Het wordt hartstikke leuk. En nou, ik zal zeggen, veel plezier en tot zo. Mag ik nog een applaus alsjeblieft voor Elysium? Met Barry, dat is de grunter van Apparition. Spreek ik het goed uit? Apparition. Oh ja, jullie hebben een CD uitgebracht. We hebben één CD uitgebracht, die heet Reflections. Ja. Er staan 8 nummers op, en we in 2005 opgenomen. Okay. En we gaan nu aan een nieuwe CD beginnen, die gaat Reminiscence heten. En ja, dat is gewoon, we hebben nu veel meer onze stijl gevonden. Okay. Dus we zijn nu echt klaar om daadwerkelijk platen te gaan maken. Om echt ons als Apparition te presenteren. En hiervoor was het voornamelijk zoeken, spelen wat je leuk vindt. En nu wordt het je stijl gebruiken, stijl uitbreiden en oefenen tot je erbij neervalt. MUZIEK
voor apparition? Ik denk dat in de Haagse regio de mensen die van metal houden ons wel geregeld hebben zien. Valt onder metal ook. Ja, we gooien het altijd maar onder metal omdat er natuurlijk toch grunt in zit. Dat is voor heel veel mensen gelijk het criterium om het op metal te gooien. Maar ja, ik denk dat je zelf ook hoort, er zit gewoon heel veel in eigenlijk. Er zitten harde stukken in, er zitten rustige stukken in. En het contrast en de melodie is bij ons gewoon het belangrijkste. Heb je ambities om gewoon met je normale stem, want die is ook best mooi om te horen. Want die hoorden we ook een keertje ertussendoor. Dat is ook best leuk om te horen. En het is wel de bedoeling om dat verder uit te bouwen. De normale stem? Ja, want ik heb daar wel ook zelf mijn zanglessen voor genomen. Dus ja, moet je zanglessen nemen voor grunten? Nee, voor grunten niet. Voor de normale zang. Okay. Voor het grunten hoef je geen zangles te nemen. Het is gewoon een kwestie van heel veel lucht erdoorheen. En dan komt het helemaal goed. Maar die clean zang, de normale zang, dat is wel heel belangrijk om dat goed te ontwikkelen. En ook gewoon een stukje besparen van je stembanden. Ja, bij deze de oproep, als wij eerste worden vanavond, dan moeten jullie gewoon komen naar de ronde waar wij met Dawn of Time spelen. En heeft iedereen het naar zijn zin. Kan iedereen het wengen. Oké, ik wil je bedanken voor dit interview en heel veel plezier nog. Geen probleem, dankjewel. Hartstikke gezellig. De bands waren helemaal top. Ik heb zwaar lopen headbanger, maar dat wil ze niet aan mijn haar, geloof ik. Het was Apparition heeft gewonnen. Uiteraard, Den Haag. Hè? Dat is de band gewoon uit Den Haag. En de mensen zijn gezellig. Ik zou zeggen, jongens, kom vaker naar Beach Battle. Het is elke zaterdag. Kom vaker, het is hartstikke gezellig. Dankjewel. Goed gespeeld. Kom vaker naar Beach Battle. Wil je meer informatie? Kijk dan even op www.beachbattle.com. Ja, goedenavond, dit is weer de partyagenda met de enige echte Richard van Party Mania. De voorlaatste keer heeft Martin Simonis het gedaan, maar het ging niet helemaal goed. Ik denk, laat ik maar weer eens een poging wagen. Nou ja, gaan we dan. Donderdag 15 februari in de Symphonies met Melly Mel. Dat is in Club Silly Symphonies op de Grote Markt. De intree is gratis. Het feest begint om 10 uur en zal tot 4 uur duren. Als je 18 bent, mag je naar binnen. En we hebben vrijdag in de Asta hebben we Kinky Beach met Erik I, Freda Laquent en Big Bling Bart. Daar hebben we hem weer, ongelooflijk. Feest is €15, alleen kaarten aan de deur. En ons advies, ga bij thuis, want dit feest is binnen de kortste keren uitgekocht. Vrijdag, ook weer 16 februari, hebben we de wekelijkse Clash in de One Four op de Prinsengracht. Daar draait Billy de Klit, Arne. Marcel Toets, Noelle en vele anderen. We hebben vrijdag 16 februari Takeover in discotheek Marathon. Jazeker, de marathon is gewoon weer open. Het schijnt verbouwd te zijn. Ik ga volgende week kijken en dan laat ik het jullie zo snel mogelijk weten hoe het is geworden. Vrijdag 16 februari Club Westwood. Daar draait Dusso Martello. De intree is gratis tot 12:30. Na 12:30 betaal je €4. €4,50. Het feest begint om 11 uur en het zal tot 5 uur duren. Minimale leeftijd is 20 jaar, dus let er even op. Zaterdag 17 februari hebben we in Club Silly Symphonies, waar ik nu lekker zit in een lekkere stoel, hebben we het feest Sappag met German S en Joe Daniel. Het feest kost €10, begint om 12 uur, is 5 uur afgelopen. Zaterdag 17 februari, de Sound of Hardstyle. Daar zijn wij bij. Ik denk dat Klix.nl ook aanwezig is. Daar draait de Master, de Vendor, Fresh, Wes, Norman, Wodka Brothers. De Wodka Brothers, interessant. Het feest kost €10, kaartverkoop is aan de deur. En als je een kaartje koopt, krijg je 2 drankjes gratis. En je kan nog kaarten winnen op Party Mania. Dan hebben we een Trendsfeest, dat is Transformers. Daar draaien Johan, JP, Scott Crochet en Watt. Het feest kost €15 aan de deur, begint om 11 uur en slot tot 5 uur deuren. Asta vind je aan Spui, nummer 27 in Den Haag, tegenover de Cocoon.
Dan gaan we naar een breakcorefeest. Ik weet niet wat het is, breakcore. Dat is in de Club Bassard. Dat is 071 Recordings. Oh, nou ja, dat is een label night. Dus er zal wel een label worden uitgebracht die avond. Het feest kost 6 euro. Het feest begint om 11 uur. En Club Bassard vind je op de Lozuinse Kade 725 in Den Haag. Dan gaan we naar de dinsdag. Een hele leuke stapavond. Je kan bijna in elke avond kan je stoppen in Den Haag. Ongelooflijk. Dinsdag de Mellow Moods. Dinsdag 20 februari staat daar Marcello en Mark van Dalen. De intree is 3 euro. Het feest begint om 11 uur en zal tot 3 uur duren. Vrijdag 23 februari, de Ethisch Club, de bekende Ethisch Club en de Single Bar. Dus dat is voor de vrijgezelle dames en de vrijgezelle heren. Ga naar het Paard van Troje op 23 februari. Ja, scoor daar een vrouw of een man. De intree is 8,50 en is voor beide zalen. Dan gaan we naar zaterdag 24ste. Is er een heel leuk feest op de Pia. Dat is Kinky on the Beach. Dat is een heel bekend feest. Daar draait DJ Cozy, dus van Kinky Land. En Iwan en Ramon. Op dit feest is echter een hele strenge dresscode. Je moet in het rubber of in het leer of helemaal niks. Ik denk als je helemaal niks aandoet, dat je zeker binnenkomt. Of alleen de Britels. Dit is echt een kinky feest. De leeftijd is ook 21 plus. En dat feest vindt plaats op de Pia op Scheveningen. Nou ja, dat ding is ontzettend lang. Je loopt naar het einde. En nou ja. Dan gaan we naar zondag 25 februari. Dat is de laatste zondag van de maand. Dan hebben we in de Wanvoor hebben de befaamde Klitter Club. Heel leuk. Daar draaien Tim en Vaap. Kaarten in de voorverkoop 7,50 euro. Aan de deur 10 euro'tjes. Het feest begint om 11 uur en gaat tot 4 uur door. Zijn we bij het laatste feest aangekomen van deze maand, dinsdag 27 februari, Popcorn. Dat is volgens mij een R&B feest, daar draait Jump Squad en MC Iceman. Het feest betaal je 12,50 euro. Het begint om 10 uur, maar let even op voor de jongeren onder ons die nog nooit in Silly zijn geweest. Je krijgt nu de kans, het is vanaf 16 jaar. Dus ben jij nog nooit in de Silly geweest? Dan is dinsdag 27 februari de uitgelezen kans om hier eens te komen kijken. Nou, dit was de partyagenda voor Party Mania. Ik zou zeggen tot Kliks en tot Party Mania. En dit was het dan weer. Bedankt voor het kijken en kijk voor meer informatie op www.kliks.nl. En meld je ook aan bij onze Hives, kliks.hives.nl. Ik zeg proost en tot de volgende keer. Doei!